11 september werden de bewoners van het Valkonplein in Antwerpen verrast door de komst van een hele grote kubus uit roestvrij staal. Met een grote kraan werd het ding netjes op het plein voor Koppejans Gallery geplaatst. Geen toeval natuurlijk, want de kubus hoort bij de solotentoonstelling van de Duitse kunstenaar Ewert Hilgeman, die er de volgende dag werd geopend. Het idee om hier in de galerie een solotentoonstelling te maken, die ontstond naar aanleiding van een grote Hilgeman solo in het Kullermuller Museum in Otterlo. Het museum maakt daar een overzicht van het werk van Hilgeman vanaf de jaren 50 tot vandaag onder de titel Work in Progress. En omdat Hilgeman een belangrijke Belgische connectie ook heeft, leek het ons wel interessant om in de galerie een soort van spiegeltentoonstelling te maken die de essentiële stappen in het boeiende oeuvre van de kunstenaar samenbrengt. Voor de organisatie van de expo in Antwerpen spaarde galeriehouder Stijn Koppejans kosten nog moeite. Hij overtuigde eerst de kunstenaar en nadien ook het Antwerp stadsbestuur om een kunstperformance te organiseren in de publieke ruimte, namelijk een implosie op het Valkonplein. Halverwege de tentoonstelling zal er ter plekke een nieuw, monumentaal beeld van de kunstenaar ontstaan. Ewert Hilgeman zal op 26 september onder de druk van de lucht een grote kubus van roestvrij staal laten imploderen. Zowel de kubus als de implosie zijn elementen die essentieel zijn in het oeuvre van Hilgeman. De kubus als oervorm staat al van in de jaren 60 in zijn werk centraal. Het staat symbool voor eenvoud, voor puurheid, maar tegelijkertijd ook voor onverzettelijkheid en zelfs autoriteit. En op alle manieren is die kubus terug te vinden in het werk. Als puur object, maar ook in allerlei combinaties, projecties, ordeningen en stapelingen. Als oorlogskind van een jaar of zes groeide Ewert Hilgeman op tussen de puinhopen van zijn zwaar gebombardeerde woonplaats Dortmund. Het puin was zijn speelomgeving. Hij verzamelde granaatscherven en speelde met brokstukken die zijn interesse wekten. De oorlogservaringen lieten uiteraard een blijvende indruk na op Hilgeman en beïnvloedden hem sterk in zijn later kunstenaarschap. Het was natuurlijk niet alleen Hilgeman die daarmee te maken had. De ganse generaties werden opgedeeld door die oorlogsschuld. En tijdens en na de wederopbouw was er continu een spanning over hoe men moest omgaan met het vraagstuk over hoe men in het terrein kon komen met het verleden en met wat er allemaal was gebeurd. En iedereen ging daar anders mee om, ook de kunstenaars. Er was bijvoorbeeld een groep kunstenaars ontstaan die zichzelf de Zero-groep noemde. Er was een jonge generatie van kunstenaars die het verleden wilden vergeten en vooruit wilden denken. Denken aan de toekomst vanuit een zeer optimistische visie. Ze gebruikten nieuwe materialen, ontdekten nieuwe technieken en ze organiseerden performances en zelfs manifestaties en demonstraties. Zero werd echt gekenmerkt door optimisme, vernieuwing en in het werk stonden bijvoorbeeld licht, beweging en ruimte centraal. In het vroege werk van Hilgeman zien we dat ook. Daar zien we echt die zero-elementen opduiken en dat is uiteraard geen toeval. Hilgeman geniet tussen 1959 en 1961 zijn opleiding op de Kunstacademie van Saarbrücken. Hij wordt opgeleid door Oscar Holbeck, die zich een jaar voordien aansloot bij de Zero-groep. Daar leert de jonge kunststudent om materiaal en vorm te respecteren in hun meest elementaire eigenschappen. De kubus en het vierkant worden zijn meest favoriete vormen. Plasticiteit wordt bereikt door lichtwerking op het oppervlak en de door de kunstenaar aangebrachte ingrepen daarop. Tussen 1975 en 1985 heeft Hilgeman ook een studio in Carrara. Hij maakt er perfect gepolijste marmersculpturen, vaak in kubusvorm, en laat zich inspireren door de directe omgeving.
Op een dag fotografeert hij de vele vrachtwagens die met uitgezaagde marmerblokken, zwaar geladen van de groeven, naar beneden komen. Ze zijn bedoeld om nieuwe stukken mee te creëren, maar ze doen ook denken aan het oorlogspuin uit zijn kindertijd. Hij noemt ze random sculptures. Het is rond die tijd dat Hilgeman beslist om een radicale artistieke handeling te stellen. Al van bij het begin van zijn kunstenaarschap is er een continue interne spanning in Hilgemans bestaan aanwezig. De oorlogservaringen, maar vooral de manier waarop zijn omgeving met die ervaringen omging, waren bepalend voor wat er stond te gebeuren. Hilgeman had een heel getroubleerde relatie met zijn vader en heeft al op jonge leeftijd met hem gebroken omwille van het feit dat zijn vader de gruwel van de oorlog weigerde te erkennen. Hij minimaliseerde het, hij ontkende ze zelfs. En die spanning kon Hilgeman niet verdragen. Hij heeft toen gebroken met zijn vader en heeft besloten een kunstenaar te worden. En die confrontatie met die erfzonde, dat bleef maar knagen. En dat stond ook echt wel in contrast met die zero-idealen, met de uitgangspunten van die nieuwe optimistische beweging. En op een dag besluit Hilgeman om een massieve marmerkubus te maken, van 1,5 meter hoogte, en die perfecte polijsten tot een perfecte zero-kubus. Hij werkt 4 weken aan 1 stuk aan het beeld, om het daarna helemaal naar boven in de marmermijn te laten brengen met een vrachtwagen en het bovenop de marmergroeven naar beneden te laten storten. En die kubus begint te rollen. Dat gewoud van meer dan 10 ton dondert naar beneden, botst met andere brokken, breekt zelf, de hoeken breken eraf, er komt schade aan alle zijkanten. Die kubus raakt gevormd. Die kubus raakt beschadigd, maar hij raakt ook gevormd door wat hij meemaakt. Hij krijgt als het ware een geschiedenis, een eigen identiteit door wat hem is overkomen. Een onvoorspelbare en zeer oncontroleerbare daad, die tegelijkertijd een uitweg gaf aan die inwendige spanning die de kunstenaar voelde. En niet veel later gooit hij bijvoorbeeld een metalen kubus helemaal naar beneden van een gebouw van 6 verdiepingen. En die kubus die landt op zijn hoek en raakt daar ingedeukt. En nog iets later gebruikt hij de luchtdruk. De hele omgeving drukt nu op het kunstwerk doordat hij het kunstwerk luchtledig trekt. En die sculpturen die dan ontstaan, dat noemen wij zijn implosiesculpturen. Het zijn altijd perfecte, strakke beelden, kubussen, rechthoeken, stapelingen van kubussen enzovoort, die uiteindelijk vervormen onder de druk van de omgeving. Eigenlijk is dat een tegenstelling tegenover de zero-gedachte, van het vergeten van het verleden. In zekere zin zorgt de handeling van het actief beschadigen van de structuren ervoor dat er een totale ommekeer in het oeuvre komt en combineert Hilgeman de pure zero met het neo-expressionisme. En hij doet dat op een heel geloofwaardige manier. Hij verenigt die twee stromingen in 1 figuur, in zichzelf, maar ook in de sculpturen die hij uiteindelijk maakt. Het blijven kubussen, het blijven ideale figuren, maar ze hebben een geschiedenis. Ze hebben een bestaan. Sinds halfweg de jaren 80 ontstaan tientallen implosiesculpturen van Hilgeman. Ze veroveren letterlijk de wereld, van Park Avenue in New York tot Shanghai. De implosies van Hilgeman hebben zich er gemanifesteerd. Het Kruller-Müller Museum is al sinds 2014 eigenaar van een 2 meter hoge kubus
En binnenkort implodeert in Antwerpen dus een kubus met als hoogte 1,78 meter. Niet toevallig in Antwerpen en niet toevallig van die hoogte. Antwerpen was in de jaren 70 een erg belangrijke ontmoetingsplek voor Hilgeman. Hij stelde de toon in onder meer de VQ en kwam daar prominenten uit de kunstwereld tegen, zoals Paul de Vree, Jeff Verheyen, Guy van den Branden, Gaston de Meij, Mark Verstockt enzovoort. En die connecties die leiden tot heel veel tentoonstellingen, heel veel aandacht. Een van die tentoonstellingen vindt plaats in het Middelheim, waar hij zowel buiten als binnen een sculptuur kan tonen aan het brede publiek. En bijvoorbeeld Galerie Jan Buitaert uit Antwerpen vertegenwoordigt Hilgeman en brengt hem onder de aandacht met verschillende tentoonstellingen. En eigenlijk heeft Antwerpen dus in de jaren 70 destijds kennis gemaakt met het werk van Hilgeman voor de Rolling Cube. En nu op 26 september zal Antwerpen de implosiekunst live kunnen meemaken. En de maat van de kubus is ook niet toevallig. 1,78 meter is exact de maat die op Hilgeman zijn paspoort staat. Dus eigenlijk gaan we een kubus laten imploderen die even groot is als de maker ervan. En Hilgeman beschreef dat al eerder voor mij. Hij zei, ik ben het die van die groeven naar beneden donder. Ik ben het die van het gebouw op een hoek val. En ik ben het die indeukt, die beschadigd geraakt is, die implodeert. Het is mijn geschiedenis. Dus misschien was het wel tijd voor een zelfportret. Of hoe dat je het ook wil noemen. In elk geval, de titel van de Cube, van de kubus hier, zal zijn Cube Self. Met deze performance wil galeriehouder Stijn Koppejans ook de buurt en de toevallige passanten betrekken bij het werk van Hilgeman. Wie deze unieke gebeurtenis wil meemaken, is dus welkom op 26 september vanaf 2 uur op het Valkomplein recht tegenover Koppejans Gallery. De tentoonstelling in de galerie loopt nog tot 25 oktober en is tijdens de performance ook toegankelijk.